Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er in de afgelopen 3 speelrondes is gebeurd, want ik was namelijk met vakantie en ook alle Europese wedstrijden en interlands komen ook allemaal aan te pas. Maar eerst wil ik heel even iets anders zeggen. Ik wil Luc heel erg bedanken voor het nakijken van de afgelopen 2 speelrondes terwijl ik met vakantie was. Dat scheelt mij een hele hoop werk. Daardoor kan ik redelijk op tijd nu met een video komen, dus daar ben ik super blij mee. Laten we gaan kijken naar de uitslagen. De Europese wedstrijden van AZ en Feyenoord gingen erg goed. AZ won uit bij Lazio met 1-2 en Feyenoord speelde uit gelijk tegen Shakhtar, wat gewoon prima is. In de Eredivisie speelronde 25 werd Go Ahead Eagles tegen RKC helaas afgelast vanwege het weer, geloof ik. Wat er verder nog qua interessante uitslagen waren er eigenlijk niet zo heel erg veel. Best wel redelijk normale uitslagen. Emme heeft met 2-0 gewonnen van Excelsior. Dat is in ieder geval voor onderin interessant, maar verder redelijk te verwachten uitslagen. Dan hebben we de returns van de Europese wedstrijden van Feyenoord en AZ. Feyenoord won met maar liefst 7-1 van Shakhtar en is dus door. En AZ won weer met 2-1 van Lazio. Dus allebei goed gedaan en allebei goed voor de coëfficiënten. In speelronde 26 van de Eredivisie was het zo dat Volendam met 2-1 van Fortuna won. Dat was eventueel iets wat apart is, net als dat Utrecht Go Ahead 1-2 werd. RKC liet toch wat puntjes liggen tegen NEC. Dat vond ik ook wel, laten we zeggen, opmerkelijk. En verder waren er bovenin ook wel wat interessante wedstrijden. Natuurlijk de klassieker die door Feyenoord werd geworden, waardoor ze echt wel grote kans maken om kampioen te worden. En Twente die won met 2-1 van AZ won. Dan hebben we nu van de afgelopen speelronde, daar ga ik net even wat meer aandacht aan besteden. Zoals je ziet heeft Frankrijk Nederland helemaal afgemaakt met 4-0. En Nederland won zelf met, hier staat 3-1, maar volgens mij was het niet 3-0. In ieder geval, Nederland heeft gewonnen. Dan gaan we naar speelronde 27 van de Eredivisie. AZ Heerenveen werd 1-1. Excelsior tegen FC Twente werd 0-0. Cambuur speelde 1-2 tegen FC Emmen. NEC PSV werd 2-4. RKC won met 1-0 van Vitesse. Go Ahead Eagles speelde verrassend 0-0 gelijk tegen Ajax. Utrecht Volendam werd ook 0-0. Sparta verloor met 1-3 in de Rotterdamse derby tegen Feyenoord. En Fortuna tegen Groningen werd 3-1. Dan gaan we naar de ranglijst. Feyenoord staat bovenaan met 64 punten. Dan komt Ajax met 56 punten. Ook PSV heeft 56 punten. AZ staat vierde met 54 punten. FC Twente op de vijfde plek met 48 punten. Sparta komt steeds dichterbij met 46 punten. Dan heb je FC Utrecht met 39 punten. RKC en Heerenveen hebben 35 punten. Dan komt NEC met 34 punten. Fortuna op de 11e plaats met 32 punten. Go Ahead Eagles met 30 punten op de 12e plaats. Volendam op de 13e plaats met 27 punten. Vitesse en FC Emmen en Excelsior hebben 24 punten. Groningen en Cambuur staan in de gevarenzone. Groningen heeft 17 punten en Cambuur 16. Dan gaan we naar de voorspellers top 5. Ikzelf sta bovenaan met 221 punten. Dan komt Jurgen met 213 punten. Stan en Thomas hebben 209 punten. Games for the Gamers heeft 205 punten. Dan komt Lars met 204. Joey staat 7e met 203 punten. En dan Sven staat 8e met 201 punt. Weekwinnaar van speelronde 25 was Bart. De weekwinnaar van speelronde 26 was Thomas. En de weekwinnaar van speelronde 27 was Jurgen. Dan gaan we KNVB-bekerwedstrijden voorspellen. Spakenburg ontvangt PSV en we hebben weer een klassieker. En deze keer in de KNVB-beker, Feyenoord tegen Ajax. Voor speelronde 28 van de Eredivisie voorspellen we FC Groningen, FC Utrecht, Vitesse tegen Go Ahead Eagles, AZ ontvangt Sparta. PSV moet tegen Excelsior, Heerenveen ontvangt Volendam. Twente moet thuis in de Grolsvesten tegen Cambuur. FC Emmen neemt het op tegen NEC. Ajax ontvangt Fortuna. En als afsluiter van het weekend hebben we Feyenoord tegen RKC. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.